De twee duikteams van de Groninger brandweer worden niet opgeheven. Het voortbestaan van één van de teams stond op het spel omdat er een €500.000 moet worden bezuinigd bij de hulpdienst. Het geld wordt nu gevonden door onder andere minder extern personeel in te huren en te bezuinigen op overhead, zoals administratief personeel. Deze maatregelen zijn volgens het college voldoende om de bezuiniging van €500.000 te halen en de teams toch op sterkte te houden. Op personeel, op inhuur van extern personeel en op overhead, dus alles wat met administratie te maken heeft, daarmee vullen we de taakstelling in. Dat is natuurlijk best lastig, maar we hebben er wel voor gezorgd en voor gewaakt dat de ploegen op sterkte blijven en ook de uitdrukcapaciteit voldoende blijft. De gemeente Groningen denkt op het einde van het jaar €1,8 miljoen over te houden in de begroting. Dat zegt het stadsbestuur in een tussentijdse prognose. De grootste meevaller komt van het Rijk, dat Groningen een grotere bijdrage geeft omdat de stad sneller groeit dan verwacht. Ook komt er extra geld voor uitkeringen en zijn er iets minder bijstandsuitkeringen dan begroot. Grootste verliespost is de extra uitkering die het bijzonder onderwijs krijgt in verband met de nabetaling van de stichting O2G2 die te weinig geld kreeg bij de verzelfstandiging.